is eigenlijk een beetje het leven van vallen en opstaan. En dat omgezet in een sprookje. Modern sprookje, verwerkt en moderne manier. Het is heel abstract. Ik denk dat wij goed publiek hebben omdat we meerdere aspecten hebben. We hebben jonge dansers. Er zit veel techniek in ons werk. Dus ook professionele dansers willen toch zien. Muzikanten. Muziek is heel belangrijk voor mij. Ik vind dat het even belangrijk moet zijn als dans. Ik wil mensen gewoon even een moment van rust en een fijne avond geven. Maar toch het gevoel hebben dat het ergens op gebaseerd is. Dat het dus niet puur op emotie en geluk staat. Maar dat het wel echt een hele sterke fundering heeft. Dat het eigenlijk gebaseerd is op iets waar je altijd op terug kan vallen. Ik ben opgegroeid in een Hare Krishna consciousness. Mijn ouders zijn alle twee Hare Krishna devotees uit de tijd van de Srila Prabhupada. En ze hebben altijd het aan ons overgelaten om verder op die kennis in te gaan. Dus het was nooit, weet je, dit is waar jij vandaan komt en waar je in moet geloven. Maar van dit is onze standaard. Weet je, wij geloven in karma, reïncarnatie, compassie, vegetarisch eten bijvoorbeeld. En de rest doe je zelf. Dus als je, weet je, boeken wil lezen en je wil bidden en chanten, hadden zij zoiets van, het moet wel van binnen komen. Dus in die zin heb ik gewoon ontzettend geluk gehad. En ik zit gewoon met dansers die ook allemaal, ja, enorme interesse hebben voor die kennis. Mijn dansers hebben een hele verschillende achtergrond. We werken soms ook met Indiase dansers die niks weten van rondrollen en dat soort dingen. Maar we merken dat het uiteindelijk is allemaal hetzelfde en het voegt toe. Het voegt toe als de intentie maar duidelijk is. Voor ons is het belangrijkste dat mensen zich niet dom of niet betrokken voelen naar een voorstelling. Dus ja, dan heb je veel sneller dat mensen terugkomen. Wij willen niet iets elitairs geven van, nou, wij zijn fantastisch, kijk onze benen. En if you don't get it, I don't care. Het is echt belangrijk dat de mensen zich betrokken voelen. Dus in die zin heb je altijd publiek die terugkomt. APPLAUS.